Oké, vervolgens Russificatie. Hè, dat is een van de moeilijkere begrippen hè, bij Jozef Stalin. Wat betekent dat nu? Wel, op een bepaald moment, hè, dat is iets dat eigenlijk al onder Lenin gebeurd is, besliste men om van Rusland, hè, om daar eigenlijk de Sovjet-Unie van te maken, hè, om daar de USSR van te maken. Dat is een afkorting, hè, die u wel moet kennen, namelijk dat betekent de Unie van Socialistische Sovjet-Republieken. Dus de Sovjet-Unie, hè, de USSR, die bestond eigenlijk uit meer dan 15 deelstaten, hè, 15 ja, puzzelstukken. Het grootste, hè, de meeste bevolking, hè, die leefde, die werkte in Rusland. Hè, maar daarnaast had je Estland, had je Letland, had je Litouwen, had je Moldavië, Oekraïne, Georgië, Armenië, Azerbeidzjan en zo verder. Hè. Samen hè, noemen we dat de Sovjet-Unie, de USSR. Wat is nu het principe van Russificatie? Wel, Stalin had één grote droom, namelijk hè, om in heel die Sovjet-Unie eenzelfde taal te hebben, eenzelfde cultuur, eenzelfde kunst, eenzelfde godsdienst en zo verder. En wat ging hij nu doen? Hij ging eigenlijk het Russisch proberen, de Russische manier van leven en werken en cultuur en kunst opleggen op de kleinere republieken. Dus concreet, wat gebeurde er? Bijvoorbeeld de helft van de lessen in Azerbeidzjan, die moesten in het Russisch gegeven worden in bepaalde scholen. Of Russisch werd overal in die kleinere republieken sowieso de tweede taal. 20% van de liedjes hè, van de Armeense radio moesten in het Russisch zijn. Hè. De helft of misschien een derde van de boeken hè, in de bibliotheek in Estland, dat moesten Russische boeken worden. Om op die manier de Russische cultuur daar ja, als het ware op te leggen, om te promoten. Jozef Stalin ging daarbij zeer ver. Hè. Zo ging hij op een bepaald moment meer dan 50.000 gezinnen ja, verhuizen, hè. Die werden overgeplaatst van Rusland naar het oostelijk deel van de Oekraïne. Op die manier verklaar je dat het oosten van de Oekraïne vandaag de dag, hè, dat die zeer pro-Russisch zijn, dat die zeer pro-Poetin zijn. Veel meer dan trouwens dan de rest van de Oekraïne. Dus dat heeft met dit verhaal te maken, met het feit dat Stalin op een bepaald moment beslist om maar liefst 50.000 Russische gezinnen ja, over te brengen hè, naar het oostelijk deel van de Oekraïne in de hoop om daar de Russische taal ja, te integreren, om die daar te promoten, om daar de Russische cultuur op te leggen op die plaatselijke bevolking en zo verder. Hè. Dus dat is Russificatie. Dan tenslotte, ja, centralisatie van de macht, hè, dat spreekt een beetje voor zich. Namelijk, alle macht lag in handen van Jozef Stalin, alle macht lag in handen van de communistische partij. Voorlaatste cluster, en daarmee komen we terecht bij de cultuur, meer bepaald de kunst. Het was duidelijk dat kunst mocht enkel maar als het in het teken stond van deze drie doeleinden. En je kan ze, denk ik, als je logisch nadenkt, gewoon aanvullen.
kunst moest in het teken staan van Stalin, moest in het teken staan van de Sovjet-Unie, dat ziet u in het midden, of rechts moest in het teken staan van het communisme. Dan mocht het, dan werd het aanvaard. Hè, om dus de grote leider te eren, om het land te eren, of het politiek systeem, het communisme te eren. Hier ziet u een aantal voorbeelden hè, van die communistische kunst. Hè. Als je naar die beeldhouwwerken gaat kijken, ja, dat zijn geen kleine beelden. Hè. Om het communisme te eren, hè, ja, dat waren tientallen meters grote standbeelden. Hè. Onder andere hier van de leider van het communisme, namelijk Vladimir Lenin. Als we naar Moskou gaan, ga je daar ook een heel mooi voorbeeld zien van de kunst hè, van het communisme, meer bepaald van Jozef Stalin. Op een bepaald moment, na de Tweede Wereldoorlog, besliste hij dat er in Moskou uiteindelijk zouden er zeven grote monumentale gebouwen moesten komen. Hè. Het ene had de bedoeling om appartementen onder te brengen, het andere dan weer voor regeringsgebouwen, een universiteit, ministeries enzovoort. Dus over Moskou zelf, ze noemen dat de Zeven Zusters, hebt u dus zeven grote, imposante, indrukwekkende gebouwen in een soort van ja, neoclassicistische stijl. Het doet een beetje denken aan het klassicisme met rechte, strakke lijnen, ook een beetje ja, de art déco zit daar eigenlijk ook in. Typisch voor eigenlijk ook een beetje die periode, de jaren 30 en 40. En ja, maar dan wel natuurlijk enorm groots, imposant. Hè. Trouwens, zoiets zie je ook bij Hitler. Hè. Weer opnieuw, extreem links en extreem rechts in de praktijk komen vaak op hetzelfde neer. Maar het allermooiste voorbeeld van de kunst, van de Stalinistische kunst in Moskou, die vindt u onder de grond. Hè. Die vindt u op zo'n 60, 70 meter onder de grond. Want als u naar de metro, als u ooit in Moskou komt, moet u zeker en vast de metro nemen. Want die metrostations behoren tot de allermooiste ter wereld. Ik zeg altijd tegen mijn leerlingen, het is eigenlijk het goedkoopste museum. Hè. Een van de mooiste musea ter wereld. Hè. Voor nauwelijks 28 roebel, hè, dat is omgerekend een halve euro, kan u eigenlijk een hele dag hè, vertoeven en kan u van de ene metrostation naar het andere gaan om de fantastisch mooie, fenomenale, prachtige metrostations te aanschouwen. Hè. Het ene in het teken van de soldaat, het andere in het teken van de jeugd van de Sovjet-Unie, nog eentje in het teken van de landbouw, hè, zoals u hier kan zien, en zo verder. Allemaal in hele dure materialen. Hè. Ze gaan heel veel bladgoud gebruiken, marmer gebruiken, graniet gebruiken, glasramen gebruiken. Dus dat is een heel mooi voorbeeld van die nog ook hè, van die Stalinistische kunst. Stalin gaat eigenlijk ook een hele personencultus ontwikkelen. Hè. Dat is ook normaal, hè, want je mag dat niet vergeten. Hij heeft eigenlijk, hij gaat er alles aan doen om de godsdienst uit te schakelen als macht in de USSR. Hij gaat dus God weghalen bij de mensen. Ja, en dan hebben de mensen natuurlijk wel iemand nodig om naar op te kijken. Dus hij plaatst zichzelf eigenlijk in naam van God. Hè. Hij gaat de rol overnemen van God op aarde. Hè. Vandaar dus dat alles rond deze ja, leider van het communisme gaat draaien. Nu het feit dat Stalin hè, enkel maar toelaat dat het kunst was in het teken van hemzelf, of in het teken van het land, of in het teken van het communisme, gaat enorme gevolgen hebben voor moderne kunstenaars. Hè. Kunstenaars van het, van het surrealisme, van het expressionisme, die worden vervolgd. Hè. Nu, de meesten zelf, hè, die gaan proberen die uit te schakelen en naar een of ander gulag werkkamp brengen. Nu, de meeste van die kunstenaars die gaan niet wachten hè, tot ze worden opgepakt en die gaan vluchten. Hè. Die gaan vluchten naar het buitenland, naar West-Europa, maar nog veel meer hè, vluchten ze naar Amerika, hè, naar de Verenigde Staten, toen het land hè, van de vrijheid.